allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk nog een keertje met een plugin tutorial. Hoe maak je plugins? Vandaag ben ik hier met tutorial 6. Als jullie de vorige tutorials nog niet hebben gezien, bekijk dan deze vorige tutorials, want daar leg ik een hele hoop dingen en ook basiszaken uit. Vandaag ben ik hier met argumenten. En hiermee bedoel ik eigenlijk, zoals het in de titel staat, genees een bepaalde speler. Je kan dus het commando uitvoeren. Wat we tot nu toe al altijd hebben gedaan, is een doodgewoon commando verzonden. En vanaf nu gaan we eigenlijk gaan leren hoe je na het commando nog verschillende andere elementen eraan kan toevoegen. Oftewel, argumenten. Vandaag gaan we een heal-commando gaan maken. En het heal-commando, ik weet het, het komt al heel veel voor. Heel veel mensen gebruiken het heal-commando bij Essentials. Maar het is eigenlijk een handige om het jullie aan te leren wat nu die argumenten juist zijn. Eventjes spieken op mijn papieren. Weet je wat, we gaan de plugin eens gaan testen. Dus hetgeen wat eigenlijk de bedoeling is, ik heb nu een paar keer mijn broer geslagen, zoals je dus kunt zien, heeft een paar hartjes af. Als ik genees en dan spelernaam ga typen, ga je zien dat mijn broer zijn hartjes weer volledig zijn. Ja, weer volledig zijn. Dus het is heel handig, je ziet dat ik sla hem een paar keer en hup, hij valt eronder. Of ja, het is maar een half hartje maar af, maar als ik hem nu een paar keer ga slaan. Oké, je ziet het, ik ga dan genees doen en je ziet het, hij is volledig genezen. Nu, als ik nu met mijzelf wil gaan genezen, ga je te zien krijgen dat er staat niet je eigen genezen, plus ik krijg zelf pijn. Zoals je dus kunt zien, krijg ik zelf pijn op mijn broers scherm, kun je het zien, maar ik word automatisch ook toch genezen. Plus, als je ook trouwens het foute commando doet, bijvoorbeeld een 1 erachter, gaat hij zeggen, foute argumenten, gebruik, oei, daar staat nog een typfout, gebruiken, slash genees spelernaam. Ook als ik gewoon slash genees doe, ga je dus zien dat hij verkeerd gaat doen. Plus, wat ik nog niet had toegevoegd was, als je in game mode 1 zat, heb je eigenlijk geen leven, en dat kijk ik ook nu op na, maar als je zelfs eigenlijk geen hartjes hebt, en je doet bijvoorbeeld genees, en dan jezelf, dan ga je dus zien, niet je eigen genezen, maar je krijgt geen pijn, want anders krijg je een errorbericht. En dat ga ik jullie vandaag gaan leren, hoe je dit doet. Oké, als jullie eenmaal zijn aangekomen bij jullie programmeeromgeving, gaan we als eerste de plugin template gaan gebruiken om hierop verder door te gaan. Als jullie de plugin template nog niet hebben, bekijk dan zeker mijn vorige video, want daar heb ik de template voor jullie gemaakt. Nu, het linkje staat hier ook onder in de beschrijving. Kopieer en plak deze en noem die naar wat jij wilt. Ik noem deze eventjes tutorial 6, omdat we bij de 6e tutorial zijn. Wat ga ik hier gaan doen, is eventjes door alle klassen gaan open doen. En de listener-klasse mogen jullie eigenlijk gaan verwijderen, want die gaan we vandaag niet gaan gebruiken. Delete, ja, ik ben zeer zeker om deze te verwijderen. Daarna gaan we de hoofdklasse zijn naam aanpassen. Want ja, we willen niet dat hier constant mijn klas blijft staan. En ik ga deze klasse genees gaan noemen, omdat we vandaag een healingsplugin gaan maken. Nu, we gaan er eventjes over moeten gaan, zodat hij alles gaat veranderen naar genees. Het volgende wat we ook nog moeten doen, is deze error eventjes weghalen. Dit was van de listener, dus die halen we ook eventjes weg. Plus, hier moet ook gaan kijken, want hij gaat de unused import ook eventjes moeten wegdoen. Het volgende wat ik ga doen, is eventjes deze gaan hernoemen, want ik vind dat wel vrij belangrijk dat hier eventjes de naam van de plugin staat. me.jensen1996.genees. Ik ga de plugin gewoon genees gaan noemen. En hup, we hebben dat gedaan. Ja, ik weet het, dat hij alleen maar in olie-rietstand staat. Dan kunnen we eigenlijk gaan beginnen. Als eerste wil ik eventjes iets melden wat aan mij gemeld is geweest. En dat is eigenlijk de equals ignore case. Daar kunnen we equals van maken. Want de ignore case wordt automatisch gedaan door bucket slash piggled. Dat heb ik eigenlijk te horen gekregen van MindGamesNL, oftewel Mats van de plugin Open Audio. Hij heeft deze tutorial mee nagekeken als alles correct is. Oké, het eerste gaan we eigenlijk het commando gaan meegeven. En ik wil het commando slash genees. Nu, de slash moet je niet gebruiken, heb ik uitgelegd gehad in een van de vorige video's. Dus het commando gaat nu genees worden. Maar, we willen ook gaan nakijken als je na het slash genees commando verschillende argumenten hebt meegestuurd. Oh ja, trouwens, wat je ook nog eventueel kunt bijzetten is class, zodat je weet dat het wel degelijk een klasse is, in plaats van dat er gewoon genees staat, genees class is ietsjes beter om te onthouden. Het volgende wat we gaan doen is eventjes deze gaan uncommenten, dus uit commentaar zetten, want de speler moeten we inderdaad gaan hebben. We gaan nu de lengte van eigenlijk het commando gaan opvragen met behulp van de argumenten. Daarvoor schrijf je hier dus args. We gaan het commando binnenkrijgen, dat is het slash genees, maar we willen hetgeen wat daarachter komt verkrijgen. Dus, wat gaan we doen? We gaan eventjes int lengte, dit hoef je eigenlijk niet te doen. Int lengte is args.length. Dus eigenlijk wat we gaan doen, is de lengte gaan op gaan vragen van de argumenten na het slash genees commando.
Ik ga het eventjes gaan aflezen. De lengte gaat namelijk gaan nakijken hoeveel argumenten je meegeeft. Als je een argument meegeeft, dan wordt de eerste 0 en de tweede 1 enzovoort enzovoort. Als je namelijk een argument meegeeft, krijgt deze een lengte van 1. Dus het nulde argument, je hebt genees, slash genees, spelernaam is het nulde argument, geeft een lengte van 1. Het klinkt misschien heel gek, maar in de programmeeromgevingen begint men vanaf 0. Dus als je vanaf 0 tot 9 hebt, heb je 10. Heel raar, maar het is zo. Oké, we hebben dus nu de lengte verkregen. We gaan nu gaan nakijken als je gewoon slash genees spelernaam meegeeft. Dus het moet maar een lengte van 1 hebben. Dus wat gaan we gaan doen? If lengte is 1, dan pas gaan we iets doen. Heel makkelijk. Wat je eigenlijk ook kan doen, is heel eenvoudig args.length is 1 doen. Dat kon je ook. Als je gewoon args.length is 1 deed, heb je één regelcode uitgespaard. Dus dat kon je ook eventueel nog doen. Het volgende wat we nu gaan doen, is gaan nakijken als de speler niet online is. Want daarvoor gaan we eigenlijk gaan zorgen dat we een bericht gaan zenden van sorry, deze speler is niet online, ik kan deze niet gaan genezen. Dus wat we hier gaan doen is als volgende. If bucket... Oh, dat is iets fout. Tussen haakjes, if bucket, dan punt get... player moeten we gaan krijgen van de argumenten die we sturen. Van de argumenten die we doorsturen, args, en dan de nulde positie, de eerste positie dus. Als deze eerste positie gelijk is aan 0, dat betekent als deze leeg is, gaan we de speler die het commando stuurt een bericht gaan verzenden van als voorbeeld deze speler is niet gevonden. Nog een opmerking wat ik heb gekregen. Dit kun je eventueel anders schrijven. Je kan die bucket.getPlayer argumenten 0 hier bijvoorbeeld hierboven gaan bijzetten. En eigenlijk ervoor gaan zorgen dat je hiervoor een andere gaat bijzetten. Dus je kan het eigenlijk ook zo doen. Player speler tag bijvoorbeeld is bucket.getPlayer argumenten 0. Dat kan je eventueel ook gebruiken, maar ik ga het nu niet gaan doen. Dus als de speler die je mee hebt gestuurd is 0, dus als deze eigenlijk niet online is, die je niet kan vinden, gaan we de speler die het bericht heeft verzonden een berichtje zelf gaan verzenden. Dus send message. En dan eventueel ook in een kleurtje dat jij wilt. Chat color, dat is al ondertussen. Zou je dat dan moeten weten? Bijvoorbeeld red. Hup, ja, ik wil rood. Hij haalt altijd de verkeerde import binnen. Altijd leuk. Dus zorg ervoor dat je de org.bucket binnenkrijgt. En dan kun je eventueel zetten speler. Speler. En dan eventueel de spelernaam die je eigenlijk nog wil bijkrijgen. Dus dan kan je speler args 0, want dat is de spelernaam die je meegeeft, is niet gevonden. Dat kun je eventueel sturen. En we gaan nog return true zetten, zodat we eigenlijk uit de... Oh. Zodat we uit de code springen. Dus dat kan je eventueel ook nog achterbij zetten. Nu dat we weten dat de speler wel online is, want als hij niet online is, wordt hij eruit gezwierd, dus eigenlijk uit de code gegaan, gaan we als eerste de speler gaan verkrijgen. Dus we kunnen bijvoorbeeld dit doen, speler to heal is, en dan gaan we eventjes bucket.getPlayer.args en dan weer de nulde positie. En ja, zoals ik op het begin zei, kan je dit eventueel gaan aanpassen. Met behulp van hierboven, player, speler to heal, kun je eigenlijk al gebruiken. Daarboven, dus we gaan als eerste eventjes hier de speler gaan verkrijgen. Wat gaan we met deze speler to heal doen? Heel eenvoudig, we gaan eventjes de speler to heal... die moet ik eventjes hebben. Dan gaan we eventjes hier set health gaan doen. Set health. Wat gaan we eigenlijk gaan meegeven? We gaan hier 20 meegeven, omdat 20 is het maximum aan leven wat je aan een speler kunt geven. Ja, 20 is het maximum. Je kunt tussen 0 en 20, want je hebt 10 hartjes en ieder hartje is voor een 2 gedeeld. Dat is een half hartje. Hetgeen wat we daarna gaan doen, is deze speler een berichtje gaan zenden. Dus send message. Hup, send message. Eventueel in een kleurtje wat je zelf wilt. Ik wil graag in het groen hebben. En dan kan je eventueel zenden naar dit. Zenden naar deze speler. Eventueel dit. Je bent genezen door. En dan gaan we doen speler.getName. GetName. En dan eventueel nog een uitroepteken erachter. Voor het wat iets... Oh, dat is geen uitroepteken. Een uitroepteken eventueel erachter om het mooier te maken. Nu, ik wil ook de speler die het commando zendt ook eventjes een melding geven van dat het succesvol is gelukt. De speler.sendMessage. Dan eventueel ook weer in het kleurtje wat je zelf kiest. Ik ga eventjes gewoon ook weer terug green nemen.
Of zoiets als dit. Speler to heal.getname is succesvol genezen. Dus dat je de speler een naam verkrijgt. Op dit moment kan je dus de speler eigenlijk gaan genezen als hij online is. Maar je kan nog altijd ook jezelf genezen. En dat wil ik niet. Dus wat ga ik eigenlijk gaan doen is na deze if, na deze bucket.getplayer is 0, else if. En dan gaan we hier gaan nakijken als de spelernaam die je meegeeft eigenlijk jouw spelernaam is. Dus het volgende wat we eigenlijk gaan doen is speler.getname die arx 0. Kunnen we eigenlijk eventjes gaan kopiëren. Else if deze speler.arx 0 is gelijk aan speler.getname, dus eigenlijk zijn eigen naam. Wat gaan we dan gaan doen? Mijn fout, je moet nog eventjes getName achter. Je moet eigenlijk de naam met elkaar gaan vergelijken. Dus bucket.getplayer.argumenten0 getName is gelijk aan jouw naam. Ga maar iets speciaals gaan doen. Maar, opgelet, je moet nakijken als je niet in Game Mode 1 of niet in Game Mode 3 bent. Want we gaan eigenlijk onszelf een beetje pijn gaan doen en daarna terug ons held geven. Maar in Game Mode 1 heb je geen levens en in Game Mode 3 heb je dat ook niet. Dus we gaan dat eerst gaan nakijken. Dus wat we gaan doen is, if speler, en ik ga je eventjes tussen dubbele haakjes doen, waarom, leg ik zelfs uit. If speler.gamemode, get gamemode, als die eigenlijk gelijk is aan de gamemode, aan de gamemode.creative, ja. Of, dan gaan we eigenlijk weer hetzelfde kunnen doen, dan gaan we eventjes hier gaan kopiëren, speler.getgamemode is gamemode, dan kunnen we eigenlijk eventjes allemaal kopiëren en dan hierachter gaan plakken. Oftewel, als deze game mode hier spectator is, wat gaan we dan eigenlijk gaan doen? Het volgende, we gaan deze speler een heel eenvoudig berichtje gaan zenden. Dus send message, eventueel in een ander kleurtje wat je zelf wilt. Ik ga nu eventjes in het rood nemen, chatcolor plus red. En dan ga ik zeggen je eigen niet genezen, kan je bijvoorbeeld zeggen. En we gaan hier return to zetten. Kijk eens aan, return to. Dus nu hebben we eigenlijk nagekeken als je Game Mode 1 of Game Mode 3 hebt. En je gaat gewoon gaan zeggen je eigen niet genezen. Maar als je niet in Game Mode 3 zit, dus in alle 2 of 3 andere Game Modes, gaan we eigenlijk dit gaan doen. Else. Als je in de andere Game Mode zit, trouwens, heel veel witregels maakt allemaal niks uit. Dat is eventjes voor duidelijkheid te scheppen. Dus anders gaan we de speler wel damage gaan geven. Dus we gaan de speler damage gaan geven van 1. Dat is eigenlijk 1 hartje afdoen. Je kan ook 0, nee, dat is een half hartje afdoen. Dan gaan we speler.setHealth gaan doen. Dus we gaan eigenlijk terug zijn leven gaan geven. En dat gaan we eerst. Eerst moeten we eigenlijk zijn volledig leven gaan krijgen, hoeveel dat hij al heeft, plus dan eentje erbij. Speler.getHealth, en dan plus, niet plus 4, plus 1. Eigenlijk heel makkelijk, je haalt er eentje vanaf, en dan ga je kijken hoeveel dat hij heeft, en doe je er eentje terug bij. Heel makkelijk. En dan gaan we eventueel, ja, kun je eigenlijk gewoon dit gewoon kopiëren en plakken. De speler.sendMessage, en dan de return to. En dan kijken, hebben we nu ook nagekeken als deze speler eigenlijk, ja, zijn eigen wilt genezen. Dus als je je eigen wilt genezen. Dat is zeer goed gespeeld. Eventueel zet je ook nog overal een beetje uitleg om het een beetje duidelijker te maken. Als allerlaatste ga ik hier bij de if lengte van de argumenten is 1. Ga ik hier gaan nakijken als je langer geeft. Dus else. Als je langer geeft, dus dan of langer of korter als slash genees. Dus genees, spelernaam 2, 3, 4, weet ik veel, lol. Dan gaan we eigenlijk een bericht gaan zenden naar deze speler. Dus we gaan speler.sendMessage. Oh. Speler.sendMessage. Ik ga deze eventjes niet in een bepaalde kleur doen. Maar ik ga wel zeggen, foute argumenten, gebruik. Slash genees, spelernaam. Oké. Okay. Kijk eens aan, dat hebben we klaar. Eigenlijk heel eenvoudig. Nu, het kan wel zijn dat er een hele hoop knipwerk is geweest in deze video. Dat komt omdat er een hele hoop stukken tussenuit moesten. En ook dat het hier snikheet was en ik eventjes mee moest gaan opfrissen. Dus als allerlaatste wat we nog eventjes moeten doen, is de plugin.iml gaan aanpassen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. En ja, als eerste, de naam van uw hoofdklasse. De naam van mijn klasse heet geneesklasse. Nu, dat klopt nog altijd niet wat er eigenlijk staat. Mijn klas hoort daar niet te staan. Hetgeen wat daar moet staan is de naam van de plugin. Dat is bij mij genees. Dan me.jensie1996. Naam van de plugin. Dat is genees. En de hoofdklasse. Dat is
genees. Klaas. En dan hebben we het commando, dat was genees. En dan eventueel een beschrijving. Geneest een bepaalde speler. Je slaat dat op. Dan doe je rechtermes op tutorial 6. Exporteren, jar-file, next. Moet er allemaal niet bij. Pluggen, ja, IML. We gaan deze gaan browsen. Deze noem ik tut 6. Ja, ik weet het, de oude staat er nog tussen. Die haal ik zo dadelijk weg. Je klikt op finish. What? Je klikt op finish. En je doet dan op yes. Dan moet ik eventjes alles aan de kant gooien hier. Dus spiegelt server. Gaan we kijken als deze erin staat. Ja, hup, tutorial 6 haal ik eventjes weg. Run 1.11.2, want daar zitten we namelijk in. En we gaan eventjes hopen dat er geen errors in de plugin zitten. Nee, hij is ge-enabled. Enable genees V1.0. We gaan dan eens eventjes op de server gaan. We gaan eens kijken als alles toegooid werkt. Kijk eens aan, daar is mijn broer. / PL. En we gaan kijken. Ja, genees staat erin. Help. Oh, helpo. Help. Genees. Geneest een bepaalde speler. / genees Jarne. Succesvol genezen. Je bent genezen door Jens. Ik ga een paar keer gaan slaan. We gaan nog een keertje proberen. Inderdaad, hij wordt genezen. Als ik mijzelf probeer te genezen. Je eigen niet genezen. En ik sta in game mode 1. Ik ga nu in game mode 0. We gaan het opnieuw proberen. Inderdaad, we krijgen damage af. Als ik het verkeerde commando intyp. Dus ik ga nu genees en dan... Of ja, bijvoorbeeld ik ga een andere naam geven. JE. Oké, dat doet hij nog altijd. Bijvoorbeeld dit. Speler is niet gevonden. Inderdaad, dat werkt ook. Als je gewoon genees doet, foute argumenten, gebruik / genees spelernaam. En we hebben eigenlijk een heel eenvoudige plugin geprogrammeerd, eigenlijk die jouw spelers eventueel kan gaan laten genezen met je eigen tekst. Een heel eenvoudige en makkelijke plugin stelt niet veel voor, alleen duurde het een half uur voor mij om deze plugin video te maken. Welkom hitte. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje mochten doen. Alle linken staan hieronder in de beschrijving. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei.